We zijn bij een paprika-kweker in het Zuid-Hollandse Bersenhoek, waar we kennis maken met de neven Paul Koppert en Henry Oosthoek. In de jaren 60 begon de vader van Paul, komkommerteler Jan Koppert, te experimenteren met biologische bestrijding. Ze mogen niet mopperen hier. Mijn vader was een komkommerteler. Die had een probleem. Dat was spint. Dat is een schadelijk insect voor de komkommerplant. En die was heel moeilijk te bestrijden door de toen beschikbare chemische middelen. Hij is gaan zoeken bij proefstations, universiteiten. Heeft een nuttig insect gevonden, de Phytophthisis decimalis. Dat is een Latijnse naam. En daar is hij mee aan het werk gegaan. In het begin was het natuurlijk heel lastig om uit te zoeken hoe het allemaal werkte. En ja, voldoende aantallen speelt ook een rol. Maar na een bepaalde tijd had hij dat onder controle. En toen hoefde hij helemaal niet meer te spuiten. Hij hoefde niet meer met chemie te werken. En die nuttige insecten namen de bestrijding van die plaag helemaal over. Onze klanten vandaag de dag zijn telers die kassen hebben. En in die kassen producten verbouwen. Tomaten, komkommers, paprika's, aubergines. Ook aardbeien tegenwoordig. Maar ook zitten wij in de bloementeelt. Rozen, chrysanten, lelies. En de afgelopen 10 jaar hebben we ook besloten om echt buiten de kasteelt te gaan kijken. Zijn we zelfs in de mais terechtgekomen en in de soja. Maar we zitten ook in boomgaarden, we zitten in de buitenaardbeien, we zitten in de buiten blauwe bessen enzovoort. Niet alleen maar met de nuttige insecten, ook met schimmels. En om een goede bestuiving te verzorgen ook met hommels. Paprika gewas heeft last van een beestje. En dat zuigt eigenlijk het bladmoes weg. Dan wordt het blad helemaal verdroogt het als het ware. En om te zorgen dat die beestjes, spintbeestjes zijn dat, dat die dus niet kunnen ontwikkelen, introduceren wij een ander beestje. Dat heet, wij noemen het spiekal. Dat is een roofmeid. En die eet dat spintmeidje, die dat blad dus kapot maakt, op. En deze roofmeidjes die in dit zakje zitten, die komen gedurende een periode van 4 weken uit het zakje gelopen. En die zorgen dat de spint op een natuurlijke wijze wordt bestreden. Het is gewoon leuk werk om te doen. Je hoeft geen masker op te hebben, omdat je aan het spuiten bent. Je medewerkers die kunnen ook gewoon heerlijk te werk doen. En die beestjes doen ook gewoon heerlijk het werk, want die hebben ook geen last van die chemische middelen die worden gespoten. Iedereen blij.